Wij zijn 5 jaar geleden, bestonden we 90 jaar. En we zaten toen behoorlijk in de groei. Toen hebben we gedacht, we moeten ons jubileum vieren met iedereen waar we het hele jaar door ook mee te maken hebben. En dat zijn onze muzikale vrienden, andere verenigingen. En zo is het ontstaan. Iedereen kan lid worden. We hebben heel veel leuke dingen. We hebben samenwerkingsverbanden met scholen. En vanuit die scholen daar verzorgen wij muzieklessen met een professionele docent. Als we dan zo'n cyclus hebben afgerond op de school, dan is de afsluiting bij ons in het zaaltje. 4 mei is zo'n afsluiting. Dan kunnen ze daarna een cursus muzikus doen. Dat is 6 lessen volgen voor €10. Met een afsluitend concert. Wel wat kleiner als dit, maar wel heel gezellig. Alle opa's, oma's komen meestal mee. Nou ja, daar halen wij onze leden uit op. Nu zijn we 5 jaar later, dus dit jaar bestaan we 95 jaar. En we hebben weer een muziekfestival ontwikkeld, ontplooid. Daarnaast hebben we nu ook een kleedjesmarkt, dat hadden we het vorige keer niet. We hebben Sing & Songwriters, een podium waar talent uit Apeldoorn zich kan presenteren. Juist om de verbinding te zoeken met de wijk en met de mensen die hier af en toe last hebben van ons, maar voor het grootste gedeelte toch wel van ons kunnen genieten.